Door de aanleg van warmtenetten leveren energiebedrijven zoals Vattenfall en Eneco een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Warmtenetten zijn veilig en betrouwbaar en niet te vergeten duurzaam. Restwarmte uit industrie, geothermie en andere bronnen wordt gebruikt om warm water en verwarming te leveren aan huishoudens en bedrijven. Ook bij warmtenetprojecten heeft de veiligheid van onze mensen en de veiligheid van de omgeving de hoogste prioriteit. We kunnen alleen samen veilig werken als we dat met elkaar doen. Altijd en overal. We nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het project. En we zijn actief bezig met veiligheid en gezondheid. We zijn bekend met de risico's van het werk. Dat zijn allemaal taken die niet alleen bij onze werkgevers liggen, maar bij ons allemaal. En ook de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn hierin heel belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook elkaar aanspreken. Zie je eens wat veiliger kan? Zeg het dan. En dan kan je bedenken hoe het samen beter kan. Niets doen lost niets op. Wij werken samen veilig aan warmte. Wij zijn actief bezig met veiligheid en gezondheid. We spreken elkaar aan. En we bedenken samen hoe het veiliger en beter kan. Als er iets is, ondernemen wij actie. Want niks doen lost niks op. Wij staan voor onze veiligheid en voor de veiligheid van onze omgeving. Daar nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid voor. Jij ook. Jij ook. Jij ook.